zie een doodgewone man. En die man is niet zo oud. Al zijn vlammen zijn gedoofd en dat heet een burn-out. Al zijn treinen zijn vertrokken. Al zijn schepen zijn vergaan. Ik zie een doodgewone man. Ik zie die mannen zo vaak staan. Het was een man met 1000 dromen. Toen hij jong en mager was. Toen hij uren zat te bomen en ook nog gedichten las. Toen zijn vader zei pak alles, want je houdt maar 5%. Ik zie een kerel met een koffer, zijn bestemming onbekend. Hij was minnaar, hij was winnaar, ooit in zijn studententijd. Lanterfanten was zijn dagtaak. Slapen met die mooie meid, hij vertrok met noorderzonnen en steeds een vrolijke vriendin. En aan eentje bleef hij plakken, daarmee kreeg hij een gezin. Hij kreeg echt belangrijk werk, dus een huis en hypotheek. In het begin was hij nog sterk, maar na jaren werd hij week. Het was voor hem echt onverklaarbaar, had zijn vrouw nog altijd lief. Maar op een avond zei hij, liefst, geef mij een motief. Ik heb alles, en van alles veel te veel. Ik heb veel te veel van alles, en dat grijpt me naar de keel. Ik zoek een motief om echt te werken, het gaat al lang niet meer om brood. Zo kan ik niet verder, echt niet verder, tot de dood. Maar zijn vrouw, die wist het ook niet. En gaf geen antwoord op de vraag. Dus hij vroeg het aan zijn vrienden. Maar die bleven ook heel vaag. En hij vroeg het aan collega's. En hij vroeg het aan zijn chef. Hij wilde eigenlijk vertrekken. Maar hij wist, ik mis de lef. En op een avond stond hij huilend in de bar voor zijn gezin. Hij zei, papa gaat vertrekken, want het zit er niet meer in. En hij kuste zijn lieve dochter. En hij kneep zijn kleine vent. En zei, jongens, pak echt alles, want je houdt maar 5%.